Zo, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, want dat is het zeker nog. Hele goede morgen bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 21ste van de 6e, 2024. Ja, en ik moet om 12 uur bij de fysio wezen, dus ja, vol goede moed gaan we er wel straks naartoe. Maar ik moet eerst wel ook de meisjes uitgelaten hebben. Dus dat gaan we straks eerst doen. Ja, hè, meisje? Elwin. Geen sjoegen. Geen sjoegen. En Rijka ook niet, hè? Dan enkel de kopje een beetje heen en weer en de oortjes heen en weer. Elwin niet? Elwin niet. Nee, hè? Moeten jullie cookie? Ja, dan gaan die oortjes wel heen en weer, hè? Rijka ook cookie? Nou, zeker geen zin. Nou ja, dan niet. Het is, het hoeft ook niet hoor. Nee, mag. Ik weet wel wat ze willen. Naar buiten, hè? Ja, naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Ja, en ik weet nog niet hoeveel graden het is. Daarnet was het nog maar 16, maar daar zie ik al in 17 staan. AEX-index. Er staat geen graden verder bij. Ga ik op mijn telefoon even kijken. Kijken we die. Zeg, wat is dit nou weer? Doet die weer niet. Zo. Daar zegt hij nu ook 17. Dan ga ik even kijken wat hij doet met verversen. Ja. Het is 17 en het voelt ook als 17. Nou, helemaal geweldig toch? Ja, dunne jas aan. Geen winterjas. Heerlijk. Maar het mag nog wel warmer worden, zodat je fatsoenlijke zomerkleding aan kan doen. Nou heb ik, wel een luchtige broek aan, maar ik heb mijn panty nog altijd aan. En ik heb nog sokken aan omdat ik laarzen draag. Nou, hier zitten, drie kwart mouwtjes in. Dus ja. Dat groene blouseje. En ik heb mijn vest nog altijd iedere keer aan. Van ja, onder de jas. Want als ik die route doe met de meisjes, die hoek daar ook altijd een roetje koud nog wezen hoor. Ja, of een harde wind staan. En die wind die maakt het nu nog steeds koud. Maar in ieder geval, wij gaan lekker lopen. Echt waar. En dan komt alles goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Gewoon, ja, het is wel skiën, de lucht die is bewolkt, maar het zonnetje die komt er af en toe wel doorheen, nou, geniet gewoon. En wat ik altijd nou ook zeg, strooi liefde, geef liefde aan iedereen die het maar hebben wil en ontvangen wil en dat je het weer terugkrijgt. Ja, wees gewoon lief naar iedereen. En ja... Breek mijn bek maar niet open over de mensen die naar Nederland zijn gehaald. Wij stikken er hier ook van. En probeer toch ook tegen hun lief te zijn. Ja, zeg goeiedag of zoiets. Dan doen ze je echt niks. Tenminste, ik heb geen last met die bui. Echt niet. Ja, en ik zeg gewoon goedemiddag, goedenavond of weet ik van wat. Ik kom ze s'avonds ook nooit tegen, maar ja, ik doe mijn eigen ronde. En ik hoef niet door de stad heen of wat dan ook. Nee, dus daarom, ja, het uitgaansleven is ook vlakbij me. Daar trekken ze ons ook wel naartoe trekken. Maar ja, het uitgaansleven had daar niet heen moeten gaan. Het had moeten blijven waar het was. Dat vind ik. Maar ja, wie ben ik? Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet ook een beetje mee. En tot later. Doei doei. Ja, en zo op afstand kun je zien hoe ver ze al die zijn. Als je er heel dichtbij langs loopt, dan zie je dat zo niet. Maar ook op de Weststraat zitten de daken er al op. Qua hout. Dus ja, helemaal geweldig. En ik ben trots op mijn meisjes. Ja, ja. Want die doen het goed. Ja.
We blijven rustig stilstaan terwijl er een meneer met twee andere honden langs liep. Ja. Dus, maar kijk dan hoe ver dat opschiet. Wauw. Geweldig. Ja, ja. Het gaat hard. Nou, we gaan weer verder, lieve vrienden. Ja, lieve vrienden, ik was helemaal vergeten te vertellen dat ik gisteravond, ondanks dat ik het druk had, ook mijn nageltjes nog eventjes had gelakt. Twee kleuren blauw. Ja, hoe doen we dat? Ja, helemaal geweldig. En dan om en om, hè. Ja. Maar ik heb de wandel-app alweer aangedaan. Ik ga naar de toilet en ik ga naar de fysio lopen. Ja. Dus ja, ik kan jullie helaas niet meenemen, want dat mag toch niet gefilmd worden. Nee, ze zijn hier een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze zijn er niet zo op om gefilmd te worden of wat dan ook. Weet je, ik moet dat nog eerst eens even bekijken allemaal. Het is daar nieuw voor mij ook. En hij werkt alleen. En denk ik, ja, we zullen het beleven. Misschien de volgende keer. Ik wil nou even eerst ergens anders opletten. Kijk hoe lang ik erover doe en hoe lang het is. Google Map zegt 700 meter en 9 minuten lopen. Nou, eerst zien dan geloven. Dus ik zou zeggen, geniet verder en tot strakjes. Doei doei! Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer thuis. Ja, bij de fysiotherapeut geweest. Fysiotherapie. Die heeft me even goed onder handen genomen. En vrijdag mag ik er weer heen. Moet ik nog een briefje uit mijn portemonnee halen met de tijd. De dag weet ik wel, dat is gewoon weer vrijdag. Maar de tijd is veranderd naar de middag. Ik geloof ergens 2:30. En ik loop er bijna 10 minuten over. Dus ja, dat is korter dan met de meisjes. Ja, het is iets van 700 meter. Enkel op de terugweg ben ik anders gelopen. Bemoei je er niet mee? Nee, ik had het niet tegen jou. Omdat ik even bij een vriendin om een bakkie wou, want die had ik al een hele tijd niet meer gezien. Dus ja, daar ben ik even heen geweest en ja, het gaat niet zo goed met haar. Ze hebben al voor koffie gezorgd, et cetera. Maar ze heeft geloof ik nog geen 2 jaar meer te leven of zoiets. Maar ja, ik zeg wel, eigen schuld. Moet ze dat kankerstokje maar laten staan. Kanker krijg je even goed al wel, maar ze heeft geen kanker. Nee, ze heeft COPD. Dat schijnt heel erg te zijn bij haar. Ze heeft nog maar zoveel longinhoud. Ja, dan moet je gewoon voor jezelf al gaan stoppen, denk ik dan. Ik heb dat niet. Ik heb mijn medicijn nog steeds staan, maar ik gebruik het niet. Omdat ik het gewoon niet nodig heb. Nou heeft zij, waar ik bij was, heeft ze een sigaret opgestoken. Ik denk, hou mijn mond maar. Want voorheen deed ze dat niet. Als ik erbij was, rookte ze niet. Maar ze begint ook vergeetachtig te worden. Ik denk, nou, weet je, ik zeg niks, later maar. En ik had er ook geen last van, dus ja. Hoe dan? Normaal heb ik gelijk last van als er iemand zit te roken. Zolang het maar niet in huis wordt gedaan, dan vind ik het helemaal prima. Dat is haar huis, ik heb er niks te zeggen. Maar ja, ik had nergens last van. Het enige waar ik nu last van heb, wat doen wij op salontafel? Mag jij op de salontafel zitten? Nou, dacht niet. Daar. Oh, denk erom. Denk erom. Wij mogen niet op tafel gaan zitten. Is foei. Ja, slik. Potverdikke. Nee.
hebben stoelen en we hebben een bank om in te gaan liggen en om te gaan zitten, et cetera. Maar we gaan niet op tafel zitten. Wilt vrouwtje niet hebben. Foei. Nou, die ligt daar lekker. En die ligt daar lekker. Maar ja, wat ik nou eigenlijk wou gaan zeggen... Belhaal. Dat is dat ik dorst heb en dat ik eerst even aan een glas water ga, want ik stik echt van de dorst, want ik heb 2 bakken koffie gehad, maar echt, ik stik van de dorst en ik hoor van Karin helemaal niks. Nog steeds staat haar vlog erin, ze heeft er zelf nog niks aan gedaan. Ja. Hoe dan? Ik ga zo eens even kijken wat ze aan het doen is, ik zal er bellen, bla bla bla, want ik wil weten waar ik aan toe ben, ja. Ik wil voor mezelf ook nog even een vlog in elkaar zien te flansen. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles en geniet een beetje mee. Ik ben ook trouwens wat moe. En ja, dat heb ik altijd. Had ik vroeger ook. Ben je naar fysiotherapie geweest, kom je dood en dood moe thuis. Ja. En het was eigenlijk, nou ja, ik ging wel op visite... Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik liep langs en de raam die stond open en ik vroeg alleen nog hoe gaat het? Deed ze zo met de hand. Ze zei, kom even binnen. Ik dacht, nou, was niet mijn bedoeling, maar ik ga maar even. Zo'n tijd die beide geweest. Dus ja, toen maar even naar binnen. Ja, en dan even naar de koffie en even praten, ouwe. Nelen zat in het ziekenhuis gelegen, bla 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 bla. Dus ja, en in die tussentijd ben ik... bij haar een paar keer aan de deur geweest, niet wetende dat ze inderdaad in het ziekenhuis lag. Ja, had ze even moeten bellen, van ik lig in het ziekenhuis, dan had ik haar daarop komen zoeken. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles en geniet een beetje mee. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik heb al 2 mooie verjaardagskaarten binnengekregen. Ja, eentje heeft een mooi roze trekje. Ja. Ze hebben allebei iets roos. Ja. Eentje hing er al. Dat is Do Not Worry, Be Happy met een poezekat erop. Maar die was voor mijn mannetje bedoeld. Dat was die. Maar die heeft een mooi lintje. Die heb ik van Jan Mooi gekregen uit Schiedam. Ja. En dan heb ik die kaart gekregen. En dat is van een collega van Jan van Dam uit Emmeloord. Maar deze meneer die woont niet in Emmeloord, maar die woont op Urk. Ja. En dat is Meindert. Dus dankjewel Meindert. En dankjewel Jan. Ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, ja, echt wel. Dus ja, dat is toch leuk dat ze aan je denken, of niet dan? Tenminste, vind ik wel. Ja, kaarten zijn ook altijd welkom. Vind ik altijd leuk. Dat is gewoon een teken dat men aan je denkt. Ja, Karin die is ook al in mijn computer bezig. Ik heb nog niks gedaan eraan, maar zij is bezig. En wat ze nou aan het doen is. Joost mag het weten. Ik weet het niet. Maar ze is ook dan tevens op haar eigen computer bezig. Om weet ik veel hoe dat heet. Gosje dikje. Eigenschappen. Bij de eigenschappen te kijken, daar staat ook dan de tijd. En daar heb ik geen verstand van. Ik snap daar niks van. Van die tijd, et cetera. En dan moet je dat ook nog weer onthouden. En dan moet je weer naar een ander filmpje... Dat is een beetje te veel voor mij. Ja. Ik word ook ouder, weet je. Ik word 67. Dus mag het even. En iedereen vergeet wel eens wat. Ook jongere mensen. Dus ja, ik ben niet dementerend. Want anders kan ik niet meer een vlog in elkaar zetten. Een fatsoenlijke vlog. Maar omdat ze met zoveel camera's werkt. En ik doe het maar met 2. Dan, dan weet ik precies hoe en wat. Wanneer ik iets met mijn mobiel film. Oké, ik heb ook de GoPro's nog. En dat wil ik eigenlijk ook weer eens op gaan zoeken. En daar ook weer eens mee gaan filmen. En vooral dan op Madame Elwing.
wat ziet een hond? Dit zijn de beelden uit de hond, hun ogen, wat een hond dus tegenkomt. Ja, je weet het nooit wat een hond tegenkomt. Dus ja, dat wil ik dan graag eens een keer proberen. En heb ik toch ook een cobra nodig? Ja, en ik heb ze in de kast, in een tas, dus dat moet ik opzoeken. Geheugenkaartje opzoeken, nou ja, opzoeken, ik weet ongeveer waar dat is, dus ja. Komt ook wel goed en dan gaan we dat weer eventjes opladen, ook de batterij opladen, et cetera. Kijk, kijk, leuk hè, dat een ander bezig is. Dat is zo grappig. Ja, ik zit er pas dan naar te kijken en Karen die zit gewoon in het eigen huis in Den Haag. Nou, en dan is ze zo bezig. Ja, helemaal top. Ja, het is toch tenslotte ook haar vlog, dus ja. Als ik het even niet meer weet, mag ze dat zelf even doen. En het was nog maar een klein stukje, maar veel uitzoekwerk. En dat is echt, nou, acradabra voor mij, ja. Maar in ieder geval, ik ga hem straks, als zij klaar is, afmaken natuurlijk. En dan is er hopelijk enkel shorts erin. En tenminste shorts. Zoiets dat het mooi overloopt, de filmpjes en muziek eronder. Nou, en dat is ook nog een hoop werk, want al die gleufjes, daar moeten switchen in. Tenminste gleufjes waar de naden zitten. Je zet ze wel tegen elkaar aan, echt tegen elkaar aan, maar dan blijft er een naad open. Een naad zitten, die zie je. En in die naad komt een switch. Zodat het mooi overloopt in elkaar en niet daar stopt die ene en daar begint de ander. Nee, het moet even mooi overlopen. Ja, en zij heeft dan een switch erin zitten, dat heet film verspreiden. En ik heb iets, geloof ik, met draaien. Ja. En ze doet nou iets, ja, dat ken ik zelf ook wel weer, maar waar moest die? Nou, dat wist ik dus niet. Zo, ja, ja, zit goed. Toppie. Dus ja, dat is wanneer je een film moet omdraaien. Als die zo staat, de film, hè, rechtop, dan moet die gedraaid worden dat die zo komt. Nou ja, dat kan je makkelijk doen. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van alles en geniet gewoon ook weer een beetje met ons mee. Doei, doei. Ja, ik heb de bank weer omgetoverd. Want ik had er een andere hoeslaken erop van een dekbed, een litimo, maar zelfs die was nog eigenlijk te klein. Nou heb ik er een laken erop die ik ooit in het verleden van een huishoudelijke hulp gekregen. Die voor hun bed te klein was, geloof ik. Maar hij was voor ons bed weer te groot. En die heb ik nou op de bank gedaan. En die neemt de leuningen mee. Zoals jullie zien. Maar ik denk, ik leg ook hun eigen kleedjes erbij. Ik wil eigenlijk een paar setjes hebben. Als de een in de was gaat, dat er een ander erop kan. Zo'n bankhoes, beschermingshoes. Kun je ook voor de stoelen krijgen. Maar voor de stoelen vind ik niet nodig, maar voor die banken wel, want dan liggen die meiden op. Dus ja, leuk verjaardagscadeautje misschien. Maar ja, deze vlog komt te laat. Komt pas na mijn verjaardag. Maar ja, een beter en later verjaardagscadeau dan helemaal geen cadeau. Ja toch? Ja. Ik ga weer verder met Karin haar vlog, want daar was ik al mee bezig. Maar ik zat mij rood en groen en geel te ergeren aan die bank, omdat het allemaal te klein wordt. Ik denk, hoppa, naar boven. We halen even iets anders ervoor. Ja, ook in de mand een andere laken gedaan. Die zaten ja, gaatjes in. Nou ja, kom op, daar dan maar in. Dus, maar in ieder geval, de dames die zijn tevreden. En ja hoor, wat zag ik weer? Het regent.
Ja, dat kun je aan die poortschuttingsdeur heel goed zien. Ik hoop dat jullie dat ook zullen zien. Die donkere streep en die donkere spatjes die jullie erop zien. En bovenin, dat behoort eigenlijk niet op wanneer het droog is. Dan behoort hij dat lichte kleurtje te hebben. Dus ja, ook de bank, daar zie je het ook op. Donkere plekken. Maar het regent dus weer. Nou, het was niet de bedoeling. Nee. Ik zal eens eventjes weer uitzoomen. Hè? Dametjes van het goede leven. Wat hoorde ik nu toch ook verwend, hè? Potverdikje. Zo. Nou, weer even omdraaien. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik zou mijn buienalarm kijken. Dan moet ik mijn telefoon even hierop hebben. Hoppa. Ja, stond er wel een lach aan de laad, laat ik het zo zeggen. Buienalarm, even koekeloeren. Welke wat we hebben daar. Ja, ja. Het zou droog blijven. Zie je? Ja, nou die andere. Hoe dan? Geen neerslag verwacht. Ha! Die zegt er geen neerslag verwacht. Hoe dan? Oh, nou wel. Kijk dan. Dus het gaat straks spoelen. Ik denk, nou, nog een half uurtje, een uurtje. Dan ga ik met de meiden lopen, ja. Kijk, regenkleding aan. Ken je dat? Het zou droog blijven. Het zou beter weer worden. Maar ja, dit doet harp, hè? Die vuile ratten. Ja, echt. Ik ben... En ben je niet wakker? Typ dan zelf in. Ga dan googlen en zoek het uit. Harp. Denk maar aan je eigen haar en dan een P aan het eind. Hendrik, Anton, Anton, Rudolf, Pieter. Doe ik met hoofdletters. Kijk bij afbeeldingen, dus schrik je al eigenlijk van de foto's die je daar ziet. Daarna op alles. En lees je in. En doe dat met alles. Ja. Gewoon alles. Waar jij denkt van, klopt dit wel? Nee, het klopt niet. Net zoals dat de zon ontiegelijk groot is, klopt ook niet. Dus ja. Lees je in. Ga op onderzoek uit en help iedereen die een wappie is, die het begrijpt, help in opstand te komen. En dan op een lieve manier. Niet met handen, met slaan of wat dan ook, daar bereik je twee keer niks mee. Nee, praat met elkaar. Kom in actie. Doe wat. Ja. En niet op je krent blijven zitten. En dit heb ik niet tegen de oudere garden zoals ik zelf, die ook wat mankeren. Nee, tegen de jongeren. Tegen iemand met spierballen. Noem maar op. Kijk eens wat is, ja, ik geloof in Londen dat ze doen. Engeland, weet ik veel. Met die camerapalen die ze doorzagen met weet ik veel wat. Kom in actie. Ja. Maar in ieder geval, het regent dus en we krijgen nog meer slecht weer en dat doen ze ook allemaal. Wij mogen niet genoeg zonlicht ontvangen, wij moeten komen te overlijden. Ja, dikke jelle en twee pot bier, zeg ik dan altijd. Ja, maar in ieder geval, ik ga opschieten, want ik heb meer te doen dan niks. Ik wil voor zondag ook weer slingers hangen, uiteraard. Dus ja, ik heb nog heel veel te doen. Deze vlog in ieder geval klaarmaken. En ik moet ook een vlog voor mezelf doen. Dus ja. Hoe dan, hè? Ja. We gaan er nu mee aan de gang. Dus ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Nou, hoe de meisjes erbij liggen, hè? Jongen, nog aan toe. Dat wil dus zeggen, we gaan naar bedje toe. Ja. Weer de hoogte tijd, lieve vrienden. Ja.
Mobiel heb ik al uit, de computer heb ik al uit. De lichten daar heb ik al uit. Ik had de televisie nog uit, de lichten boven heb ik al aan. Dus ja, we gaan maar met die banaan. Ja, maar nou ja, ik heb mijn handen er doorheen gehad, dus ja. Dan zit het ook weer nergens naar. Maar dat maakt niet uit. Ik ben helemaal hees voor de moeheid. Ja, ik heb de vlog van Karen dus helemaal klaar weten te krijgen. Ik heb 2 vlogs van mezelf weer in elkaar gezet. En nou heb ik ingepland al tot aanstaande dinsdag van mezelf. En heb ik ook zelfs nog voor Karen ook nog films gemaakt, dat weten jullie. Ze had mij de opdracht gegeven dat de film waar ik gisteren mee begon, dat het op mijn verjaardag klaar moest zijn, dat het dan ingepland moest wezen. Maar dat gaat ze zelf dan weer opschuiven, want ze heeft zelf ook nog vlogs. Die moet ze nog maken en die moeten er nog tussen. Nou ja, oké. Okay. Het zei ze ook, maar dat kan ze zelf opschuiven. Dat gaat toch allemaal achter de schermen. Dat wordt helemaal nog, dat wordt nog niet gezien, omdat het ingepland staat voor dan en dan. En jullie zien niet hoe wij dat doen. Nee, dat weet ik als de YouTubers, de vloggers, die weten hoe dat moet en niet de kijkers. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit. Wij gaan lekker naar bedje toe. En ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal te wachten. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.